Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook voor de gelegenheid u mij biedt, ons biedt, om als oud-verkenners hier vandaag verantwoording af te leggen aan uw Kamer. Ik mag via u ook de nieuwe Kamer feliciteren met de installatie en de nieuwe leden met hun medespeeches van vandaag. Voorzitter, ik begin graag om ook op deze plaats mijn welgemeende excuses aan te bieden. Allereerst natuurlijk voor de woorden op het gefotografeerde A4 die daar niet hadden moeten staan. Over de heer Omtzigt en de functie elders. Hij is een zeer gewaardeerd lid van deze Kamer en hij is een parlementariër puur sang. Het past verkenners niet zich te bemoeien met interne partijaangelegenheden. En ik begrijp heel goed dat uw Kamer deze kwestie heel hoog opneemt. En mijn excuses gelden ook de heer Omtzigt persoonlijk, die ik dat ook heb laten weten. En ook de heer Hoekstra, die ik ook persoonlijk mijn excuses heb aangeboden. In de tweede plaats bied ik mijn excuses aan dat het gevraagde A4 überhaupt in de openbaarheid is gekomen. Dat is mijn schuld en van niemand anders. Ik wil zo, als ik daar de gelegenheid voor krijg, ook uitleggen hoe dat heeft kunnen gebeuren. En excuses natuurlijk dat door deze samenloop van omstandigheden eigenlijk het hele verkenningsproces naar coalitievorming de facto stil is komen te liggen. En sinds vanochtend, voorzitter, wil ik daaraan toevoegen, en ik ga daar straks natuurlijk uitgebreid op in, er zijn ook veel vragen over gesteld, het punt van de brief die mevrouw Jorisma en ik afgelopen maandag hebben gestuurd, die bij nader inzien een onjuistheid blijkt te bevatten. Ook daar mijn excuses voor. Voorzitter, ik wil graag precies schetsen wat er is gebeurd op die donderdag 25 maart. Ik kwam die ochtend rond 8:30 aan in de stadhouderskamer waar mevrouw Jortsma al was. We hebben daar samen ontbeten. En we waren eigenlijk net begonnen met onze voorbespreking. We hadden die dag twee gesprekken gepland met mevrouw Kaag en meneer Rutte in de verkeerde volgorde. Eerst met meneer Rutte en daarna met mevrouw Kaag. En we hielden er rekening mee dat we of die dag of de volgende dag nog meer gesprekken zouden voeren. Ten behoeve van het vooroverleg hadden we een setje papieren waar het gefotografeerde A4'tje deel van uitmaakte. En nog voor we goed en wel eigenlijk waren gestart met de inhoudelijke bespreking ging mijn telefoon en kreeg ik de uitslag van een coronatest die ik preventief had laten doen. En geheel onverwacht was die positief. En ik zal eerlijk zeggen dat ik daar heel erg van schrok. Dat heeft ook te maken met mijn eigen gezondheidsgeschiedenis en met twee chronische auto-immuunziekten die ik heb. We hebben toen het vooroverleg meteen afgebroken. En ik ben op grote afstand gaan zitten met een mondkapje op. En we hebben telefonisch advies gevraagd hoe te handelen. Daar kwam uit dat we de gesprekken zouden cancelen en dat ik zo snel mogelijk het Binnenhof zou verlaten. Ik heb toen in de emotie van het moment veel te snel gereageerd. Ik heb eigenlijk letterlijk mijn spullen bij elkaar gegist en ik ben gegaan. En ik had natuurlijk niet zo overhaast moeten handelen. Ik hoorde een enkeling daar mild over oordelen, maar ik oordeel daar zelf niet mild over. Voorzitter. Ik wil ook iets zeggen over de fase waarin onze verkenning zich op dat moment bevond. Eigenlijk hadden mevrouw Jorisma en ik geconstateerd dat we in een moeilijk moment in de verkenning zaten. We stonden eigenlijk voor een hele lastige opgave. We hadden een eerste ronde van gesprekken gehad en die leverde een beeld op van voorzichtigheid. U heeft de brieven gezien die de fractievoorzitters daarover schreven. Naderhand heeft u natuurlijk nog veel meer gezien. Maar juist in een verkenningsfase is het eigenlijk de bedoeling dat de politieke hitte van de campagne afkoelt. Daar is het voor. In een campagne staan de partijen tegenover elkaar scherp, botsen ze. En dat moet eigenlijk overgaan in die verkenningsfase en later in de informatiefase naar het zoeken naar wat partijen bindt en waar partijen het over eens kunnen gaan worden. Dat is best lastig, vlak
na de verkiezingen, vlak na de campagne. En we hadden in de eerste ronde met alle fractievoorzitters gesproken over de duiding van de uitslag, over wat de inhoudelijke thema's waren die zij belangrijk vonden, over mogelijke coalities, over de rol van hun partijen daarin. En we hebben ook gevraagd aan iedereen of zij partijen uitsloten. En op basis van dat deel zouden we vervolggesprekken gaan voeren. En zou natuurlijk ook aan bod moeten komen in die vervolgfase waarom partijen een bepaalde terughoudendheid betrachten. Want als verkenner probeer je ook te zoeken naar waar de pijn zit tussen partijen. Waar een eventueel gebrek aan vertrouwen is die in de weg zit. En dat is dus in het begin lastig. Mensen geven zich niet meteen bloot in één gesprek na zo'n campagne. Dus om die volgende fase van die verkenning in te gaan, was het ons duidelijk dat wij meer duidelijkheid moesten hebben over de positie van het CDA. Waarom? Omdat het CDA de vierde partij is in zetelaantal en de favoriete coalitiegenoot van de VVD, de grootste partij in deze Kamer. Een stabiele meerderheid zonder het CDA vonden wij om die twee redenen moeilijk voorstelbaar. En het was op dat moment ons ook duidelijk dat het CDA daar heel terughoudend in was. We hadden ook de indruk gekregen van de heer Hoekstra dat hij niet zat te wachten op twee verkenners. Daarom wilden we ook een betere terugkoppeling vragen van het gesprek dat plaats had gehad met de voorzitter. En de context van onze overwegingen die werd ook bepaald door berichtgeving over het CDA. We kennen denk ik allemaal de artikelen die in die dagen werden gepubliceerd, die het Haagse mediabeeld domineerden. Die berichtgeving ging ook over de heer Omtzigt. Uiteraard niet over een functie elders, zeker niet, maar wel over het CDA, zijn positie daarbinnen. Nou, de woorden fluistercampagne en dergelijke zijn hier ook genoemd. Dus terug naar het stuk, het gefotografeerde stuk, wat deel uitmaakte van de voor die dag voorbereide aantekeningen. Die aantekeningen die zagen eigenlijk op proces en op inhoud en binnen de context zoals ik die net heb geschetst. En die aantekeningen die dus vooruitblikten naar gesprekken die nog moesten komen, daar stonden die woorden functie elders. Wat stond er? Mogelijk gebaseerd op gesprekken, maar dat is pas een constatering die ik nu achteraf kan doen, want op dat moment ik had de notitie niet gelezen toen ik vertrok. We hadden hem nog niet besproken. Dus we hebben het nooit gehad over waarom daar precies stond functie elders. Wij hebben met niemand, met geen van de fractievoorzitters, ook gesproken over een functie elders voor de heer Omtzigt. Wij wilden ook helemaal niet spreken, met wie dan ook, over een functie elders voor de heer Omtzigt. Het had er niet moeten staan, het stond er wel. En daar nemen we de verantwoordelijkheid voor, want dat wij zijn de enigen die dat kunnen doen. Die stukken die daar lagen, die zijn onder onze verantwoordelijkheid tot stand gekomen. De verkenning is afgebroken, maar ik wil u verzekeren dat wij dit onderwerp niet zouden hebben opgebracht. In welk gesprek dan ook. Dat was niet onze taak en zo zagen we onze taak niet. Wij wilden verder spreken in eerste instantie met Rutte en Kaag over hun wensen. Ook over hun wensen ten aanzien van de betrokkenheid van het CDA. Dus bijvoorbeeld de vraag, wat zou de VVD die het CDA graag erbij wilde hebben kunnen doen om te bevorderen dat het CDA betrokken zou willen raken. Voor gesprek met mevrouw Kaag lag het voor de hand om te vragen of D66 bereid zou zijn om als eerste een stap te zetten naar het CDA of niet. Open vragen aan mevrouw Kaag. Dat soort vragen hadden wij willen stellen. Ja, voorzitter, dan over de brief van afgelopen maandag, 29 maart. Inmiddels is het ook voor ons duidelijk geworden dat in de ambtelijke aantekeningen van de gesprekken met de 17 fractievoorzitters, waarover wij als oud-verkenners niet beschikten en die we tot vandaag ook niet hadden kunnen inzien, dat in het gesprek met de heer Rutte de naam van de heer Omtzigt is gevallen. Ja, nog mevrouw Jortsma, nog ik, hebben in onze eigen aantekeningen dat opgeschreven. U heeft ook onze aantekeningen, dus u kunt dat verifiëren.
Dat betekent dat het voor ons niet een relevant en te markeren opmerking is geweest. Wij opereerden in de context van het helpen creëren van een stabiele coalitie. Dat was relevant. De positie van het CDA was relevant. En een opmerking over de heer Omtzigt in die context, nogmaals die wij beide niet hebben genoteerd en ook niet hebben onthouden, was voor ons niet relevante informatie waar wij mee werkten. Wij hebben op verzoek van u, voorzitter, u geïnformeerd nadat wij al waren teruggetreden als verkenner. U vroeg ons om een verslag. Vanaf het moment dat wij zijn afgetreden als verkenners, hadden wij geen toegang meer tot het bureau van de verkenners en tot de informatie die daar is. Dus de daar berustende stukken, daar hadden wij geen toegang meer toe. We hadden ook geen ondersteuning meer vanuit het bureau van de verkenners. Dus de brief die u vroeg, voorzitter, die hebben wij gemaakt op basis van onze eigen aantekeningen, onze eigen herinneringen. En daarmee, en dat wil ik hier ook benadrukken, hebben wij weliswaar te goeder trouw, maar toch uw Kamer onjuist geïnformeerd op dat punt. Omdat als je letterlijk leest wat wij hebben opgeschreven, staat daar dat er niet gesproken is over de heer Omtzigt. Het blijkt nu wel dat die naam is gevallen. Nogmaals, dat blijkt uit die aantekeningen die ook wij pas vandaag hebben gezien. De Kamer beschikt nu over alle informatie die wij nog zelf hadden, dan wel die bij het bureau van de verkenner lagen. Ik vind het belangrijk om dat te benadrukken, ook om uit te leggen dat de verkenners worden aangesteld door uw Kamer, op dat moment beschikken over de ondersteuning, maar op het moment dat je geen verkenner meer bent, en dat was donderdag, nou midden op de dag zo'n beetje geloof ik het geval, vanaf dat moment ook niet meer. Ik ga nog een aantal vragen, specifieke vragen beantwoorden, misschien om even het punt van die brief af te maken. De heer Eertmans die vroeg namelijk van is die brief die u heeft gestuurd, is die niet langs de nieuwe verkenners gegaan? Dat is wel het geval, want hij is ook verstuurd door het bureau van de verkenners, maar zij hebben toen enkel als postbus gefungeerd, zo hebben ze dat ook tegen ons gezegd. En niemand heeft op dat moment gezegd tegen ons, nou wat u nu in die brief schrijft, dat correspondeert niet met de aantekeningen die hier liggen. Op een ander punt, misschien ook in het verlengde daarvan, ik zei net, wij beschikten dus niet over die aantekeningen tot vanochtend. Op hetzelfde moment als u die aantekeningen hebt gekregen. Ik ben inderdaad wel gisteravond laat door de nieuwe verkenners gebeld over het feit dat zij dit hadden gezien. Toen hebben we ook, of zij hebben toen ook geprobeerd mevrouw Jorritma te bellen, maar die was niet meer bereikbaar. En toen hebben we gezegd, laten we dit gesprek morgenochtend om 8:00 hernemen. Dus ik ben gisteravond laat geïnformeerd, heb daar niets meer mee gedaan. Heb gewacht tot we ook met mevrouw Jorritma konden spreken. Ja, voorzitter, dan misschien, ik wil ook wachten op interrupties. Ik wil ook nog even alle vragen langslopen wat u wilt. Nou, ik vind het wel belangrijk dat u uw verhaal afmaakt. En ja. Ik haal hier een lijst bij wie allemaal wil interrumperen. Oké. Ja, misschien, ik heb een aantal leden namelijk horen vragen, hoe kan het nou dat het dan zo lang duurde voordat we die informatie kregen? Dat is dus vanwege de structuur, hè, dat de verkenners worden aangesteld door de Kamer, dat die worden ondersteund door een bureau. Dat er soms denk ik wat verwarring is ontstaan over wat wij nog konden doen. We hebben gedaan wat u ons vroeg, maar nogmaals niet via het bureau van de verkenners. Ik wil ook nog, de heer Hoekstra vroeg mij om te bevestigen dat hij niet met mij of met mevrouw Joris Baag met ons samen heeft gesproken over de heer Omtzigt. Ik bevestig dat graag. Dat is niet gebeurd, staat ook niet in de aantekeningen. Mevrouw Marijnissen wilde weten of ik zelf contact heb gehad met Pieter Omtzigt. Dat is het geval. Overigens niet op de dag zelf. Toen heb ik alleen contact gehad met de heer Hoekstra. Omdat ik begreep dat de heer Omtzigt ziek thuis was. Daar heb ik zelf ook ervaring mee. Dus die heb ik toen niet willen storen. Maar toen ik begreep dat hij wel bij de installatie zou kunnen zijn, heb ik hem geprobeerd te bellen een aantal keren. Uiteindelijk hebben we app-contact gehad met elkaar. Mevrouw Marijnissen vroeg ook nog naar een opmerking waar zij las allerlei over PO, hoe dat te lezen. Ik kan dat alleen maar duiden in de context van de krantenberichten die ik net heb genoemd.
En daar wil ik ook tegen de heer Segers zeggen. De mediaberichten, u vermoeden wellicht een soort verschil tussen de berichtgeving van de Koolmees van Ark en onze brief. Wij hebben in de brief alleen maar willen zeggen, sommigen zeiden, u geeft de media de schuld. Natuurlijk niet. Wij hebben zelf de verantwoordelijkheid genomen voor alles. We hebben alleen gezegd, de context waarin wij die gesprekken voerden, was natuurlijk ook de context van de Haagse politieke berichtgeving. Dat is vanzelfsprekend wel relevant. Dus in die zin hebben we gesproken over mediaberichten. De heer Das had een aantal opmerkingen over hoe je überhaupt bij verkenners komt. Wij hebben daar niet op gesolliciteerd. Wij hebben gedacht, in ieder geval laat ik voor mezelf spreken, dat als zo'n verzoek je bereikt, er maar één antwoord op mogelijk is. Voorzitter, ik denk dat ik dan de vragen die ook nog specifiek aan mij waren. Nee, sorry, er waren er nog een paar. De onderhandelingsstijl van de heer Hoekstra is nog naar gevraagd, mevrouw De Haan. Ik denk dat dat is opgeschreven omdat we ons realiseerden dat dat ook een uitdaging was voor ons. Ik ken de heer Hoekstra wat langer in zijn onderhandelingsstijl. En dat is een stevig onderhandelaar, laat ik het zo maar zeggen. Wij hebben op geen enkele manier geprobeerd iets uit notulen of aantekeningen te halen. Als de Kamer vraagt om stukken, dan krijgt de Kamer stukken en alle stukken wat ons betreft. Dus daar hebben wij ons niet mee bemoeid en waren alleen groot voorstander van om dat vooral te verstrekken. Mevrouw Simons, u vroeg nog naar communicatie vandaag met de heer Rutte. Ik heb vandaag op één moment met de heer Rutte contact gehad. Dat was om 11:39 in zaken een kabinetsaangelegenheid. We hebben inderdaad, zeg ik ook tegen mevrouw Simons, onze persoonlijke aantekeningen ook nog verstrekt in aanvulling op de stukken die we gisteren hadden verstrekt. Dat waren dus de enige stukken die wij nog hadden, in mijn geval, omdat ik die dus onder de arm had meegenomen toen ik te snel vertrok uit de stadhouderskamer.